Het was gewoon zo goed tegen een play-off 1 ploeg die vorige week eigenlijk de leider een lesje geeft op alle mogelijke manieren. Ja, ik zeg het, ben eigenlijk apentrots, maar tegelijkertijd ook zo teleurgesteld dat we deze wedstrijd moeten verliezen. Jullie komen al snel met z'n tienen te staan. Dat verandert natuurlijk heel snel de zaken dan voor jullie. Ja, uiteraard. Hè. Dat hadden we niet ingecalculeerd om zo snel met 10 te moeten spelen. Maar het team weet heel goed hoe we in de organisatie staan, welke structuur dat we kunnen terugvallen. En dat hebben ze ook perfect gedaan tot aan de rust. En in de rust hebben we dan eigenlijk nog een paar dingen bijgeschaafd, maar ze deden het al goed. En van daaruit hebben we dan ook in de tweede helft met enkele overlegmomenten met de staf ook een paar dingen nogmaals bijgestuurd. En het team heeft het perfect opgepikt. Dus dikke pluim naar de werking van de staf en een dikke pluim naar het team die richtlijnen opvolgt. Ja, want het was natuurlijk logisch ook moeilijk voor jullie in die tweede helft. Maar al bij al, qua grote kansen, viel het misschien nog mee? Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat wij eigenlijk heel ongelukkig beginnen. In de zin van, we creëren kansen, grote kansen. En we maken ze niet onmiddellijk af. En dan krijgen we de rode kaart. Dus dan wordt het een verhaal van, oei, dit is misschien een wedstrijd van net niet. Maar desondanks houden we goed stand. Mechelen komt misschien af en toe eens prikken, maar kiepster Marie houdt goed stand. Verdediging ook, als blok eigenlijk, als team hebben we het goed gedaan. Ja, en dan in het slot, dan die euforie, ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja, het is echt ongelooflijk. Zeker omdat we wisten dat het geen gemakkelijke wedstrijd ging worden. We hebben een mooie overwinning behaald tegen Oagel. En dan moet je sowieso hier proberen die 3 punten ook nog eens te pakken. En als je dat dan doet op deze manier, dan is de ontlading extra groot. Hoe zeker was je als Davinia achter de bal ging staan? Ja, je bent nooit zeker. Maar je weet wel dat het echt een 100% kans kan zijn. En dat heeft ze ook bewezen vandaag. Ja, Davinia van Mechelen, wat een prachtige goal. Proficiat. Dank u wel. We hebben gestreden als een team. En ik wist dat het team in heel veel in staat was. Maar met 10 man deze wedstrijd over de streep trekken. Schitterend. Als je je achter die bal zet, het is bijna de laatste minuut, wist je er al perfect van, als ik hem zo trap, hij gaat bijna altijd binnen. Ja, het is wel een van mijn specialiteiten. En meestal als het op training de dag ervoor niet goed gaat, weet ik wel dat het in de wedstrijd goed gaat gaan. Maar het was toch mijn knikkende knieën. Maar het team had heel veel vertrouwen in mij. En dan pak je dat vertrouwen mee in die shot en dan ging hem binnen. Dus ging het gisteren dan niet zo goed op training? Nee, ik was me heel hard aan het opjagen gisteren in mijn vrije trappen. Maar de T2 kwam naar mij en hij zei, morgen gaat je scoren op een vrije trap. En kijk, vandaag doe ik het, dat is wel leuk. Ja. En het was inderdaad bijna een hele wedstrijd dat jullie met z'n tienen stonden. Heel de tweede helft eigenlijk met de rug tegen de muur gedrukt. En dan plots, ja, lukt het toch, maar jullie houden ook wel goed stand. Ja, inderdaad. Ik denk zelfs eerst zelf dat we 2 of 3 kansjes hebben die we moeten afmaken. En dan is de wedstrijd gespeeld. Maar we hebben zo hard geknokt, net zoals vorige week. Dit team is gewoon geweldig. Wij vechten voor elkaar, we zijn one team. Schitterend om te zien, nog nooit meegemaakt in voetbal. Ja, oké, goed. Proficiat, dank u wel. Dank u.